Vosswild speelde thuis in de vijfde klasse C tegen NVC. NVC dat getraind wordt sinds dit seizoen door Winterswijker Jozua Johannes. En Vosswild dat bovenaan staat in die vijfde klasse C. Met nog, het is nog ongeslagen. Het heeft nog niet verloren. Vosswild met balbezit. Via Joffrey Weber. Naar Van Aken. Naar Elverdink. Met de voorzet. Enorme kans daar direct. Voor de spits. Melvin Krabbe heeft er al een aantal in liggen dit seizoen. En dit was toch wel een kans op een nog eentje. Goeie actie daar. Van Len Bloemis. Heeft hij de bal nog? Ja, die heeft hij zeker nog. Afgelegd. Weber. Weber met het schot. En maar net gekeerd door doelman Erik Gemmink. En NVC dan in de aanval. En die wordt weer overgenomen door Weber. Weber weer met de schot. En Gemmink maar met alle moeite van de wereld. Maar het is nog steeds daar. Nog een krabbe met de bal. Voor Vosswild. En die krijgt dan een overtreding mee. Weber achter de bal. En weer een schot daar voor Vosswild. Maar die gaat er weer niet in. Corner dan. Wegwerkt door Gebbink. Die keeper. Doet het niet met zijn handen, maar met zijn voeten. En zo blijft het 0 tegen 0. En dan valt die voeten daar voor de bal voor de voeten van David Jansen. En ook die raakt. Maakt geen goal. Weber weer. Verliest daar het balbezit. Afrikken Heuvels. En dan is het spits. Mark Reumer die weg is. Doet hij het al? Mijn eerste beste kans voor NVC. Ja, zeker. Zit erin. 0 tegen 1. Mark Reumer. Ongelooflijk. Vosswild dat dicteerde. Krijgt dan zo het deksel op de neus. Tweede helft dan. Is het direct raak. 1 tegen 1. Len Bloemers met dat doelpunt. Het verdiende doelpunt voor Vosswild. Eigenlijk al in de eerste helft veel meer aan moeten scoren. En dan gaat Mark Reumer weer. En dan is het 1 tegen 2 en krijgt Vosswild het deksel op de neus. Vosswild NVC, eindstand 1 tegen 2. Als je de wedstrijd gezien hebt, een ongelofelijke uitslag. Ja, ik denk dat je daar goed bij zegt. Als je de wedstrijd gezien hebt, dan is dit een heel ongelofelijke uitslag. Ik bedoel, we krijgen genoeg mogelijkheden om die score te openen. Ja, en dat laat je gewoon na. Ja, en dan help je een tegenstander in de wedstrijd. En ik zeg tegen de groepen altijd. Iedere tegenstand, iedere ploeg die krijgt in een wedstrijd 1 of 2 kansen. Nou ja, dat zie je vandaag bij NVC ook. Ja, NVC begon, ik denk de wedstrijd goed. Ze begonnen wat druk te zetten, maar na 5 of 10 minuten hadden jullie het overwicht. Hè. Jullie waren veruit de beste ploeg. Binnen 20 minuten al 3 of 4 grote kansen. Ja, en dan lukt het niet. Hè. En dan wordt het nog 0-1 ook nog. Ja, dat is wat ik net zeg. Kijk, dat is een beetje, dat is voetbal, hè. Kijk, ik moet ook zeggen, ze verrasten me eigenlijk met 3 spitsen. Ik had vast ervan uitgegaan dat ze met 2 spitsen zouden spelen. Nu hebben wij de laatste lijn zo staan dat we dat kunnen omgooien gelijk. Dus dat bracht ons niet in de problemen. Maar wat ons wel in de problemen is gewoon het missen van die dotten van kansen. En dat zie je vandaag. Dat was 3 weken terug thuis tegen Stockholm, idem dito. Ja, en dan wordt het een lastig verhaal. Ja, en dan zo gaandeweg de tweede helft zag ik het ook eigenlijk aankomen. Hè? Want jullie bleven de kansen missen. En NVC kreeg ook nog weer kansen om de wedstrijd in de slot te gooien. En dat deden ze ook. Ja, kijk, je weet gewoon op een gegeven moment, je maakt vrij snel in de tweede helft maak je 1-1. Nou, en op basis van de eerste helft, de kansen die we kregen, heb ik in de rust ook gezegd, die krijg je in de tweede helft ook. Nou, die hebben we ook gehad. Maar dat neemt niet weg dat je wel op moet letten achterop op de tegenstanders. Nou ja, dan heb je daar natuurlijk met die aanvoerder, die elf, die Reumer. Dat is natuurlijk wel een hele gevaarlijke jongen. Daar heb ik ze voor de wedstrijd voor gewaarschuwd. En dat dan uitgerekend hij de 2 inschiet, ja, dat is dan extra zuur. Ja, wat kun je nou doen als trainer? Ja, weet ik niet. Wij moeten gewoon met deze lijn moeten wij door. Als wij geen kansen creëren, dan wordt het een ander verhaal. Dan moet je meer zorgen gaan maken. We krijgen kansen genoeg. Nu moeten we alleen nog resoluter worden. Deze jonge groep. Kijk, als je ook kijkt, het gros van de jongens is 18, 19 jaar. Ja, dan komt dat, tenminste hoop ik,
dan vanzelf. Ja, inderdaad, je zei het al, een hele jonge groep. Eigenlijk maar twee die iets ouder zijn. Hè? Dennis van Aken en Jeffrey Weber. De rest inderdaad 18, 19 jaar. Een groep voor de toekomst. Nou, dat is zeker een groep voor de toekomst voor het Vossenveld. En als je dan daarbij ook neemt dat bij het tweede elftal, daar lopen ook een x-aantal jonge mannen lopen daarbij. Waaronder ook drie jeugdspelers in principe nog. Ja, dan ziet het voor de toekomst ziet dat wel, wel uit. Nou, plus daarbij het vertoonde spel vandaag, weer het vertoonde spel van de laatste weken. Ja, biedt dat zeker de toekomst voor de club. Ja, en over een paar weken naar Meadow Vossenveld. Oh, duurt nog even, hè. Een paar weken. Ik dacht, 7, 8 december ergens. Okay, ik dacht in november, maar maakt niet uit. In december ergens. Ja, daar moeten we dan toe. Maar ja, goed, dat zijn wedstrijden op zich weer. En ja, wie dan leeft, wie dan zorgt.